Het project OC in Oostende is een uniek en prachtig project. Het is een opdracht van Imobel met als hoofdaannemer BAM Interbuild en Winsel als bevoorrechte partner voor het plaatsen van het buitenschijnwerk. Dit bestaat uit aluminiumramen met geïntegreerde screens en raambalustrades. In aantallen spreken we over 1337 ramen, 575 screens en 600 vierkante meter balustrades. We hebben ook meer dan 10 kilometer waterkerende folie geplaatst en luchtdichte folie. De sterkte van Winsel in dit project is dat wij alle producten in eigen beheer hebben. De superisolerende ramen van de Artica-reeks werden in Isegem gemaakt, de balustrades in Ardooie en de screens in onze fabriek in Aalter. Alle producten werden verzameld in Isegem, de screens werden gemonteerd op de ramen en geïntegreerde balustrades werden daar ook op gemonteerd. Dit alles tot een afgewerkt geheel. Het project OC is een groot en technisch zeer ver doorgedreven project, mede door de veel eisende omgevingsvariabelen. De drie gebouwen staan op een vijftigtal meter van de zeelijn. Dus we zitten hier middenin een zeeklimaat, wat op zich een agressief milieu is voor alles wat ramen en beglazing betreft. Alle aluminiumprofielen zijn daarom extra behandeld. Ze zijn allemaal eerst gepreanodiseerd en werden daarna gepoederlakt. Dit om die dubbele bescherming te hebben. Naast het zeeklimaat worden de drie torens gebouwd eigenlijk en is dat hoogbouw. Hoogbouw die zorgt ervoor dat we zeker op de bovenste verdiepingen te maken hebben met enorme winddrukken. Hier in dit geval gaat dat tot 2250 pascal, waar we rekening mee moeten houden. Dat zorgt ervoor dat Winsel een studie uitgevoerd heeft om te gaan controleren of alle beugels zwaar genoeg zijn, alle verankeringen zwaar genoeg zijn, dat de glasdiktes berekend zijn en dat alle profielcombinaties ook naar sterkte nagerekend werden. Die hoge windbelasting is één iets. Je hebt ook een hoge waterbelasting. Aan de kust kan het wel eens horizontaal regenen en dan is het belangrijk dat er zeer veel aandacht naar de detailleringen gaat en naar de waterdichtheid met en om de ramen. Winsel heeft voor project OC ook enkele werfspecifieke labotesten uitgevoerd in ons eigen Winsel Labo. Zo hebben we enkele type ramen die hier toegepast worden op OC getest op wind- en waterdichtheid, dat die zeker de voldoende hoge klasses scoren. We hebben ook veiligheidsproeven uitgevoerd op de combinatie van een doorvalbeveiliging op een screen of die op een raam gemonteerd staat, om zeker te zijn dat die 100% veilig is en stevig genoeg. En we hebben dan ook een speciale profielcombinatie eigenlijk getest voor de terrasdeuren uit blok JK, die eigenlijk de combinatie maakt tussen enerzijds de noodzakelijke wind- en waterdichtheid en anderzijds de gevraagde rolstoeltoegankelijkheid naar de terrassen. Naast de technische studie die Winsel uitgevoerd heeft, is natuurlijk een gecontroleerde uitvoering even belangrijk of eigenlijk nog belangrijker. Een groot project vraagt een goede organisatie en een goede planning. En zeker hier in OC is de planning en de timing uitermate belangrijk. Wij gaan de ramen leveren in het bouwproces van de aannemer. En op deze werf is het specifiek zo dat de aannemer een vloerplaat giet. Hij zet de binnenwanden, de buitenwanden. En dan komt Winsel eigenlijk met de levering van de ramen die op bokken gezet worden. Ze worden verpakt en ze worden op de verdieping gezet. Het is pas daarna eigenlijk dat de hoofdaannemer terug overneemt en de schoren zet om de volgende vloerplaat te gaan storten.